Statenverkiezingen 2021. Hey, onze volgende gast, welkom. Vandaag in de studio hebben we de Partido Man. En we gaan een klein voorstelrondje doen. Daar gaan we. Wat is uw naam? Mijn naam is Steven Martina. Wat is uw positie op de kieslijst? Nummer 1, politiek leider. Omschrijf uw partij in 3 woorden. Sociaal-democratisch, we staan voor armoedebestrijding en welzijn van een ieder. Omschrijf uzelf in 3 woorden. Ja, op dit moment politicus met een visie voor het verheffen van Curaçao naar een alza nation, zoals we dat zeggen. Een nieuwe Curaçao. Precies 3 woorden waren dat. Meer dan 3. Steven Martina, welkom. Fijn dat u er bent. Hoe gaat het? Goed, goed, goed. Druk. Maar in ieder geval vol energie gaan we de laatste fase in van de verkiezingen. Is het een hele andere campagne dan 4 jaar geleden, toen u eigenlijk nieuw was binnen de partij? Ja, het is wel wat anders. De omgeving is anders. Ja, je zit toch met social distancing. Je kunt geen... je kunt niet organiseren dat mensen naar contactos komen. Dus dat is toch wel een stuk anders. Ja, biedt ook wel leuke uitdagingen, denk ik. Zeer zeker, het biedt ook uitdagingen. Je moet veel meer op social media doen. Dus je moet aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dus daar zitten uitdagingen geleerd en mogelijkheden. Geleerd van Trump en Obama wat dat betreft? Want dat was natuurlijk 1 grote internetcampagne. Ja, ja, ja. We hebben natuurlijk ook heel veel gekeken naar hun. En dat getracht op een manier, zeg maar, te vertalen naar Curaçao. En de man heeft Cambridge Analytica niet ingeschakeld, hoop ik. Nee. Helaas hebben we daar het budget niet voor. Was wel een goede consultant geweest. Right. De dampende dilemma's. Ik ga u om te beginnen eventjes, om er een beetje in te komen, ga ik u een aantal dilemma's, stellingen voorleggen. Ja. Het is vooral de bedoeling dat u daar zo kort en snel mogelijk antwoord op geeft. Dan fietsen we daar snel doorheen. Bent u er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Sluit u op voorhand partijen uit om mee in een coalitie te zitten? Nee, dat doen we niet. Dat vinden wij dat we ook niet kunnen. Het volk heeft gestemd en dus moet je met die partijen in ieder geval trachten tot iets te komen. Juist. Maar wat nou als ze nu al eigenlijk, als u nu al weet dat ze qua ideologie te ver van de man afstaan? Goed, dan moeten zij de keuze maken. Maar wij sluiten niemand uit bij voorbaat. Zit de wereld te veel op zijn smartphone? Best wel, ja. Niet te veel, maar wel heel veel. Zou u 3 dagen zonder kunnen? Niet in de huidige positie. Ik heb het nu in deze rol en positie wel nodig. Is studeren in Nederland de meest logische keus als je de kans hebt na je middelbare school? Een hele logische keus. Niet de enige keuze. Ik bedoel, het Caribisch gebied en Amerika zijn ook keuzes. Maar wel een hele logische keuze. Gebruikt u altijd uw knipperlicht als u afslaat? Meestal wel, ja. Ja. Dus niet altijd? Eigenlijk wel. Ik doe dat automatisch. Ook als je thuis voor de poort staat en moet naar binnen? S'avonds laat? Daar moet ik even over nadenken. Volgens mij niet. Ik bedoel, om de poort in te gaan niet. Maar ik bedoel, als ik op weg ben, wel. Als uit de auto voor u afval wordt gegooid, laat u daar dan wat van merken? Meestal wel, ja. Dan toeter ik en dan heb ik zoiets van, shushou, waarom doe je dat? Bent u nooit voorzichtig dat u denkt van, nou, wat nou als een hele kwaaie man met een pistool uit de auto stapt? Ja, maar dan ben ik waarschijnlijk impulsief geweest, dus dat is dan weer te laat. Maar meestal toeter ik wel en laat weten van, hey, dat moet je niet doen. Wat is het grootste probleem voor ons eiland? Op dit moment denk ik de werkeloosheid. Kan uw partij in 1 regeerperiode het armoedeprobleem oplossen? Nee, 1 regeerperiode is daar te kort voor. Het zijn hervormingen die je moet doorvoeren en die gaan langer dan een regeerperiode. Gaat het Curaçao's voetbalteam het WK in Qatar halen? Ik hoop het echt. Dat zou een enorme boost zijn, ook voor nation building. Moeten we naar het WK in Qatar, gezien de manier hoe daar de stadions gebouwd worden? Volgens mij is dat een geweldige ervaring voor ons als natie. Dus ik zie dat heel positief tegemoet. Maar goed, er is veel over te doen daar. Hè. Dwangarbeid, moderne slavernij wordt zelfs genoemd bij het bouwen van die stadions. Moet je dan... Jawel, maar ik denk niet dat het aan ons ligt om dat te gaan beoordelen en zeg maar in een boycott mee te doen. Laat het maar aan anderen over. Ik denk dat wij ons concentreren op goed voetballen en kijken of we het kunnen halen. Moeten partijdonateurs openbaar zijn? Denk ik wel, ja, wat ons betreft wel. Wie is uw grootste partijdonateur? Onze grootste partijdonateur? Nou, daar ben ik zelf een van. En verder hebben wij loodjes verkocht. Dus ja, er is niet 1 grote donateur. Verder geen grote financiers op de achtergrond die geld toeschuiven?
Niet die ik ken, in ieder geval. Niet die u kent, oké. Even kijken hoor. Uw allerbeste vriend nodigt u dit weekend uit voor een verjaardagsfeestje met 25 personen. Uw allerbeste vriend. Ja. Wat doet u? Ik zal waarschijnlijk tijd maken om toch even te gaan, even te feliciteren en ja, het beste te wensen. En hoort ananas op een pizza? Wat mij betreft wel, ja. Ik heb alles. Ja? Ja. Tenminste, gaat stemmen kosten, ik geloof dat ik pizza met ananas heb gegeten. Ja, pizza Hawaii. Ja, ik denk. Maar er zijn mensen die zijn er echt heel erg tegen. Ja, maar ja, over smaak valt niet te twisten, dus. Ik hou van ananas, laat ik het zo zeggen. Ah ja, zo is het ook. Denkt u hier nu vast even over na? We gaan straks een van uw favoriete platen draaien. Ik weet nog niet wat dat is. Het mag van alles zijn. Het liefst iets wat een beetje aansluit bij deze radiozender. Dus geen Set Right uit 1955. Maar ik ga zo meteen op die vraag terugkomen. Daar kunnen we vast even over nadenken. Ja. En dan gaan we daar zo naartoe. Steven Martina, hoe waren de afgelopen 4 jaar voor u? Heel anders dan u zich had voorgesteld, denk ik. Ja, enigszins wel. Voor wat betreft de dingen die op ons zijn afgekomen, die hadden we nooit voorspeld. Bijvoorbeeld de crisis van Venezuela was niet voorzien. Uh-huh. En de pandemie was niet voorzien. Dat zijn allemaal zaken die je nooit ingecalculeerd hebt. En op persoonlijk vlak heb ik moeten terugtreden. Dat was ook iets dat ik nooit in mijn wilde dromen heb gedacht. Maar ja, het is allemaal gebeurd en we hebben ons er doorheen geslagen. En we gaan, laat me het zeggen, vrolijk verder, vol energie. Ik weet nog, u begon 4 jaar geleden aan deze klus. En ja, echt vanuit de overtuiging van het moet en we gaan ervoor. Waren deze 4 jaar een reality check voor u? Dat u tegen zoveel dingen aangelopen bent? Nou ja, in die zin dat ik denk, onder de omstandigheden, dat we toch wel heel veel hebben bereikt. In enkele sectoren hebben we echt goede dingen gedaan. We hebben echt een basis neergezet. En bij bepaalde sectoren, zeker de toeristische sector, kun je gewoon hele concrete resultaten zien. Ik ben geweldig trots dat in de afgelopen 4 jaar er meer dan ooit is geïnvesteerd in bijvoorbeeld toerisme op Curaçao. Ja. Dus desalniettemin de verschillende negatieve dingen, externe ontwikkelingen die op ons zijn afgekomen, zijn er toch ook hele goede en stevige dingen gebeurd. En ja, dat schept energie en daar zijn we best wel trots om. Ja. U was een tijdje, moest u terugtreden. Omdat dat had te maken met die verzekeringen en die premies die iets omhoog moesten. En u heeft een broer in het verzekeringswezen, toch? Een broer? Nee. Sorry. Ik was zelf president. Nee, je was natuurlijk zelf Guardian. Ja, neem me niet kwalijk. Dan heb je de schijn tegen op dat moment. Heeft u daarvan geleerd? Wat heeft u daarvan geleerd? Nou, wat ik daarvan heb geleerd is dat je heel voorzichtig moet zijn op het moment dat je in besluitvorming zit in de Raad van Ministers. En dat heb ik er wel van geleerd. Dus ik ben nu heel, heel voorzichtig als het gaat om besluitvorming. En je checkt alles 2 en 3 keer voordat je tot besluitvorming komt. Dus dat is wat ik heb geleerd. Ja, had u ook zoiets van, zo werkt het dus als je dit soort dingen... Ja, ik had zoiets van, zo werkt het, want ik wil een... Misschien moeten we daar weer op teruggaan. Ik heb nooit kunnen bedenken dat een besluit dat reeds voor mijn tijd was genomen, en het enige wat we hebben gedaan is dat besluit geratificeerd. Een vorig kabinet heeft het besluit genomen. Dus wat je normaliter doet, is je ratificeert dat je met dat besluit doorgaat in het huidige kabinet. Dat is een hele normale procedure. En dat men daarvan zoiets heeft kunnen maken, dat had ik nooit gedacht. Maar daar heb ik dus wel van geleerd. Ja. Laten we vooruitkijken naar de komende 4 jaar, voor wat betreft de man. Wat zijn de speerpunten van jullie partij? De speerpunten voor onze partij zijn dus dat wij de mens centraal zetten. We willen dat de mens zich kan ontwikkelen in de gemeenschap. En daarvoor zijn er een aantal randvoorwaarden die we moeten invullen. Zoals onderwijs, gezondheidszorg, maar ook economie die banen kan creëren. Veiligheid, infrastructuur, dat zijn allemaal randvoorwaarden om een menswaardig bestaan te kunnen creëren. En daar gaat het bij ons om. Maar ook vooral dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dus ook armen, ook mensen uit achterstandswijken, dat die gelijke kansen krijgen. Hoe gaat u die mensen gelijke kansen bieden? Door ontwikkelingen. En daarom zeggen we Curaçao te Christen. Door Curaçao door te ontwikkelen. Door de achterstandswijken verder te ontwikkelen met buurtcentra, infrastructuur, zodat zij ook op een makkelijke manier dit soort dingen kunnen krijgen als naschoolse opvang, sport, maar ook cultuur.
En door ons educatiesysteem op een hoger niveau te krijgen, door ons gezondheidszorg benaderbaar te laten, dat zijn allemaal aspecten die ertoe bijdragen om een ieder gelijke kansen te bieden. Ja, kunnen we dit een beetje handen en voeten geven? We nemen iemand uit een van de armere wijken op dit eiland. Geen baan, geen opleiding afgerond. Criminele circuit ligt op de loer. Hoe ga je zo iemand toch bij de samenleving betrekken? Die eigenlijk in een soort van uitzichtloze situatie verkeert anders. Die moeilijk aan een baan komt. Ja, precies. Dus daardoor moeten we werkgelegenheid creëren. Dus zodat ze wel aan de baan kunnen komen. Daarmee heb je al heel veel bereikt wat ons betreft. En vandaar dat we ook onze banenplan hebben gelanceerd. Maar niet alleen dat. Stel dat iemand uit een wijk komt waarbij er geen begeleiding is. Dus we hebben het ook over begeleiding van jongeren. En dat kun je doen door de buurtcentra in de barrio's genoegzaam uit te rusten. Ook met professionele maatschappelijke werkers, zodat er programma's zijn waar deze jongeren aan kunnen meedoen, zodat ze niet, zeg maar, de criminaliteit in hoeven. Sport, cultuur, muziek, kunst, dat zijn allemaal dimensies waar je jongeren kunt inspireren, aantrekken. En daardoor hebben ze een doel voor ogen en daardoor kunnen ze uit de criminaliteit blijven. Ja, ik hoorde het woord educatie niet voorbij komen, maar dat lijkt me ook belangrijk, hè? Want u kunt werkgelegenheid creëren, alleen als die mensen niet de kwalificaties hebben of de capaciteit om een bepaald werk te doen. Maar ik heb wel het woord naschoolse opvang genoemd. Ja. Dus educatie natuurlijk, kinderen gaan naar school, maar het probleem is niet school, het probleem is na de schooltijd. En dus daar is een goede opvang voor nodig. Maar ik heb ook genoemd in het begin, dus dat ons onderwijssysteem efficiënt en effectief genoeg moet zijn om de kinderen te motiveren, inspireren en zeg maar klaar te maken voor hun toekomst. Ja. Alright. Heeft u inmiddels een plaat bedacht waarvan u zegt van nou, dat is er wel eentje. Die zou ik wel willen horen. Ja, ik denk wel dat je hem hebt. Het is op dit moment een hit. Het geeft me heel veel energie. Tami Hinderdang. Tami Hinderdang, de muzikale keuze van Steven Martina van de Man hier te gast. Meneer Martina, eventjes over de nauwregeling. Er is heel veel geld uitgekeerd aan ondernemers die in de problemen zaten. Ja, zeker. Tot eind van het jaar, eind december, was het ongeveer bijna 100 miljoen. Dat is uitgegeven. Ja. Er zijn er heel veel mensen die zo'n aanvraag hebben gedaan, die altijd netjes hun administratie hebben bijgehouden, alleen ontbrak er net één klein papiertje. En dan was het een enorme drempel en dan moest er toch van alles geregeld worden om toch zo'n aanvraag te krijgen. Heel veel mensen zagen hun aanvraag afgewezen, terwijl ze naar beste eer en geweten altijd een bedrijfsvoering hebben gedaan. Achteraf gezien, zijn jullie te rigoureus geweest, te streng geweest met al die nauwe aanvragen? Nou, we kunnen bewijzen dat het aantal afwijzingen ongeveer 12-13% was. Dus in percentage is dat niet veel. Kijk, elk één is te veel. Maar in termen van percentage is dat niet veel. En als het gaat om een bepaald document die ontbreekt, dan worden daar best wel oplossingen voor bedacht. De mensen of de bedrijven die niet in aanmerking komen of waar het niet wordt gehonoreerd, daar is echt iets mis mee. En vaak is het zo dat de bedrijven die in aanmerking komen, je belasting moet wel op orde zijn. En stel je voor dat de belasting niet op orde is, moet je alsnog naar de ontvanger om in een belastingregeling te gaan treffen. En wat we hebben gezien is dat mensen dan dat vaak laten afweten. Dus enerzijds rigiditeit, anderzijds afval gebeurt ook. Maar achteraf te streng geweest of staat u nog steeds volledig achter hoe het gegaan? We staan er volledig achter. Sterker nog, we zijn geaudit door een auditor dat Nederland heeft ingeschakeld. En Nederland heeft de regeling op Curaçao als compliant betiteld. In tegenstelling tot Aruba en Sint Maarten. Ze hebben eigenlijk gezegd, Curaçao, zoals jullie het nu doen, dit is oké. Ja, precies. Ja, dus dat hebben wij gekregen als oordeel van de audit. Dus ja, is het te streng, is het niet streng? In ieder geval in de ogen van Nederland hebben we een goed werk verricht.
Alright. Met de nodige controles. Het is een vraag die bij veel mensen leefde. En erover gesproken, ik richt me even tot de luisteraars. Heb je een vraag voor Steve Martina, dan mag je die insturen via WhatsApp 675-1031. 675-1031. Gaan we zo meteen verder kletsen. Verder staat er een grote vaas voor uw neus, meneer Martina. Dat is de kletspot. Daar zitten allerlei onderwerpen in op briefjes. En straks na 6:30 mag u er een paar uitpakken en dan gaan we erover kletsen. Spannend. Goed, gaan we doen. Bruno Mars, 24K Magic. Statenverkiezingen 2021. Steven Martin, ik zag u een beetje meetrommelen op deze. Ja, Bruno Mars is ook een van mijn, idolen. Ik heb hem live gezien op Curaçao. Ik was niet zo bekend met hem, maar sinds ik hem live heb gezien op Curaçao, ja, ik vind het een topartiest. Maar ik hou ook heel veel van die baslijnen. Een hele zware, dominante bas. Ja, en ik speel zelf ook basgitaar, dus vandaar. Ja. Weinig tijd voor zeker deze dagen? Deze dagen helemaal geen. Nou, af en toe raak ik mijn gitaar wel aan. En überhaupt weinig gelegenheid toe van live muziek. Precies, precies. Huh? Maar dat geeft wel een manier om te ontstressen. Ja. Maar hoe staan we er nu voor? Want die Britse variant en die Mexicaanse variant, die lijken hun intrede te doen op het eiland. Ja, dat is toch wel heel lastig. Een hele lastige ontwikkeling. Ik hoop dat we het kunnen beheersen. Ik hoop dat de vaccinatie ook heel snel gaat, zodat we groepsimmuniteit kunnen bereiken. Dus het wordt nu heel spannend. Het wordt spannend. Ik bedoel, de cijfers gaan omhoog. Dat is geen goede ontwikkeling. Aan de andere kant zijn we bezig met het programma. Dat loopt redelijk goed, zoals ik het heb begrepen. Ja. Dus ja, het is nu een race tussen groepsimmuniteit en het verspreiden van COVID. Ja, toch even. Nieuwe variant. U ziet het nu toch. En laten we er even gebruik van maken. En wellicht heeft u wat meer insight, info. Er gaan allerlei geruchten op sociale media. Dat wellicht morgenavond een avondklok. De avondklok is natuurlijk allemaal weer een drooglegging wordt ingevoerd. Hè? En ja, iedereen kan natuurlijk alles schrijven op social media. En ik denk altijd van een overheid niet bevestigd is er niks aan de hand. Maar wat weet u daarvan? Nou, laat me het zo zeggen. Al dit soort mogelijkheden zijn besproken. Maar zover ik ben geïnformeerd, is het geen maatregel die nu al, zeg maar, geïntroduceerd zou moeten gaan worden. We zullen eerst moeten kijken of de maatregelen die nu zijn geïntroduceerd, dus dat het terug is gegaan naar 10 uur. Of dat voldoende is voordat je nog meer gaat escaleren. Dus geen paniek, mensen. Er is nog niks aan de hand. Voor zover ik nu ben geïnformeerd. Maar dit zijn dingen die op een dagbasis bekeken worden en dus kunnen veranderen. Ja. Maar zoals wij er nu voor staan, geloof ik niet dat komende vrijdag dat wordt geïntroduceerd. Oké. Even naar wat vragen die binnenkomen van luisteraars. Johan die vraagt iets over bedrijven die precies tussen wal en schip vallen. Die tussen 16 maart en 1 juli zijn opgericht. Want ja, die maken eigenlijk geen afspraak op die nauwregeling. Zijn ze te nieuw voor. Ook geen korting op Aqualectra-rekeningen. Komen eigenlijk nergens voor in aanmerking. Wordt er nog een beetje aan gedacht aan die groep mensen? In die zin dat de nauwregelingen inderdaad niet daarvoor zijn geschreven. De nauwregelingen hebben dus criteria dat je een bedrijf, een reeds functionerend bedrijf had moeten zijn voor de pandemie. Want de nauwregeling is echt om bedrijven het hoofd boven water te houden die door de pandemie zijn geraakt. Ja, en dit soort bedrijven die in de pandemie zijn begonnen, ja, daar zijn deze regelingen niet voor geschreven. Wel kunnen ze een beroep doen op de Minigoshi, dat zijn dus de programma's die we daar hebben. Financieringen van credits, Corpodico, dus de reguliere instrumenten die we hebben voor het stimuleren van dit soort bedrijven. Daar kan men dan gebruik van maken. Dat zou een oplossing zijn, ja. Dan komt er een vraag binnen van Harald. En dat is iemand die werkt zelf veel met jongeren. Vooral met maaltijden voor jongeren die anders geen lunch hebben. Die vraagt, wanneer gaan we echt iets doen tegen al die jongeren die niks te doen hebben? Ik vind dat de buurtcentra niks aan doen, vaak alleen maar mooi weer spelen. Met andere woorden, die buurtcentra zijn eigenlijk niet actief genoeg. Het is leuk dat ze er staan, maar er gebeurt te weinig mee. Dus daar is een kans, daar moeten we professionaliseren. En ik ben er voorstander van dat we professionele maatschappelijke werkers daarvoor gaan inzetten. En dat is ook een kwestie van budget. Het budget moet er wel zijn, maar het is ook een kwestie van prioriteit. En als je nu analyseert hoe het gaat met onze buurtcentra, is het wat mij betreft een gebrek aan voldoende middelen om capabele mensen, professionele maatschappelijke werkers in te zetten die dat werk dan zullen moeten doen. Oké. Daar ligt dus een kans. En u heeft er nog wel vertrouwen in dat dat ook kan bij die buurtcentra. Het moet. Ik bedoel, een manier om criminaliteit tegen te gaan, maar ook dat de jongeren niks aan het doen zijn, is via je buurtcentra een hele actieve buurtcentra optuigen. Dat is één van de manieren om dat te doen. Maar ook sport, muziek,
Dus we moeten infrastructuur creëren zodat deze jongeren wat te doen krijgen. Ja. En daarnaast moeten we ook banen creëren zodat zij perspectief hebben op een baan straks. Ja. Veel kritiek vanuit de oppositie is er dan. Die zeggen van ja, maar daar heeft u net 4 jaar lang de kans en de tijd voor gehad. Maar dat is niet gebeurd. Maar goed, daar is de oppositie voor. Maar ik kan aantonen hoe we de economie hebben doen laten groeien. De meest concrete manier om dat te laten zien is in het toerisme. Daar zijn we gestart waar 1000 banen, 1000 mensen gerecruiteerd moesten worden om die banen in te vullen. Ik hoor wat u zegt, ik ga u even onderbreken, want het ging niet over het laten groeien van de economie, maar het gaat om die buurtcentra met name. Oh, de buurtcentra. Ja, in de buurtcentra, dus dat is een kwestie van optuigen van de buurtcentra, maar ook het nodige budget ter beschikking stellen. 7 buurtcentra's zijn opgetuigd in de afgelopen periode. Dus dus het is onderkend. Dit is een onderdeel wat minister Koeman invulling aan heeft gegeven. Ja. En dit moet dus gewoon door. In het nieuwe kabinet moeten we deze plannen doorzetten. En sterker nog, meer budget daaraan toekennen. Want wat mij betreft is het aantal professionele maatschappelijke werkers die beschikbaar zijn of die aangenomen kunnen worden nog te weinig. Volgende vraag die binnenkomt, er is door de RDK, refinerie de Curaçao, al 150 miljoen gulden uitgegeven om de raffinaderij open te houden, terwijl die niets produceert. Waarom? En had dat niet beter besteed kunnen worden aan onze economische crisis? Ja, je gaat een proces in en je hoopt dat het proces snel afgerond wordt. Dat is niet het geval gebleken te zijn. Maar dat is ook niet vreemd. Ik bedoel, als je kijkt naar verschillende raffinaderijen in de omgeving, vaak zijn processen opgestart die niet tot een resultaat hebben geleid. Dus dat dit heel veel geld kost, dat is waar. Maar dat komt ook omdat het een hele kapitaalintensieve business is. We praten over investeringen van miljarden. En dan is 150 miljoen ten opzichte van 1 miljard, 2 miljard aan investeringen niet vreemd. Ja. Aan de andere kant, als je 150 miljoen gewoon sec naar dat getal luistert, ja, tuurlijk. Als we dat konden investeren in de economie en daar komen banen uit, natuurlijk. Maar we moeten het wel in de context zien. Dus 150 miljoen voor 4 processen die zijn geïntermeerd om tot een partner te komen, is in deze business, in die contexten, niet per definitie te veel. Gaan we dat geld ooit nog terugzien eigenlijk? Heeft de raffinaderij nu een schuld bij de overheid? Nee. Het is RDK, dat zijn de reserves die RDK door de jaren heen heeft opgebouwd. Ja, yes. Dus RDK ontvangt huurpenningen van de raffinaderij. En het is gewoon haar reserves die ze daarvoor gebruikt. Mm-hmm. En tuurlijk gaan we dat terugverdienen op het moment dat de raffinaderij weer operationeel wordt. En zoals wij ervoor staan als de man, vinden wij dat de raffinaderij nog zeker 15 tot 20 jaar levensvatbaar is. Wel binnen de milieunormen zoals die zijn gesteld. En wij geloven ook dat het levensvatbaar is met de nodige investeringen. En genereert ook natuurlijk de nodige banen. Ja. Nu lazen wij vanochtend in een van de ochtendkranten dat waarschijnlijk aanstaande maandag Cork een handtekening gaat zetten. Zodat dat weer een stapje dichterbij komt dat zij dat gaan runnen. Heeft u er ook al iets van gehoord? Jazeker, we volgen het op de voet. Het is een complexe onderhandelingsproces. En ik hoop echt dat partijen bij elkaar tot elkaar komen. Je weet, the devil is in the detail. Ja, dus nu gaat het heel spannend worden. Maar in ieder geval, als de regering en zeker de partij Man heeft gezegd, laten we er alles aan doen zodat dit contract getekend wordt. Zodanig dat deze raffinaderij nog toekomst heeft voor de komende 10, 15, mogelijk wel 20 jaar. Ja, en als het gaat om bijvoorbeeld de milieunormen, gaat de man dan echt met zijn vuist op tafel slaan? Wat gaan jullie daaraan doen? Of zeggen jullie ook van ja, het is een beetje geven en nemen en je kan ook niet te veel investeren, want ja, dan kost het weer te veel geld. Nee. Als overheid hebben we gesteld dat de Europese milieunormen gehanteerd moeten gaan worden. Dus dat zijn de milieunormen en dat is gewoon een wettelijke grondslag. Dus welke operator dan ook die komt, moet binnen die wettelijke normen opereren. Maar dat kan ook. Dat hebben we natuurlijk met PDVSA destijds ook altijd gezien. En er werd er altijd gezegd, een beetje met een smoesje, ja, maar dit is het verkeerde meetstation. Of op dit tijdstip was het lager, de uitstoot. En er werd steeds weer een nieuw smoesje bedacht, zo leek het. Jawel, maar daarom, dit soort processen zijn complex. En daarom is er wetgeving. En kun je dus naar de rechter op het moment dat men vindt dat er niet aan wordt voldaan. En omdat groepen naar de rechter zijn gegaan, is er dus vanuit de rechter het verzoek gekomen om die normen nog eens een keer scherp te stellen. En die besluiten zijn genomen. Dus we zijn vele malen, vele stappen verder.
En het, zeg maar, de wettelijke grondslag om het af te dwingen is vele malen verder ontwikkeld dan 5 tot 10 jaar geleden. Oké, en dan heb je de overheid nodig die dat controleert. En met de man aan het roer betekent dat schone lucht onder de rook van de raffinaderij? Is dat precies een garantie? Ja, in die zin voldoen aan de milieunormen. Wij staan daarvoor, want wij staan voor ontwikkeling, maar wel duurzaam en inclusief. Dus op het moment dat we het thema duurzaam raken, betekent dat dat wij binnen de milieunormen de raffinaderij moeten laten functioneren. Oké, dus dit is een garantie. Met de man aan het roer, schone lucht onder de raffinaderij? Ja, in die zin dat we de wetgeving daarop los zullen laten en daarop toezien. Alright. Voor u staat een grote glazen vaas. Dat is de kletspot. Daar zitten een aantal briefjes in met onderwerpen. Het kan over van alles gaan. En ik wil u uitnodigen om er eentje uit te pakken. Ja. U mag hem openvouwen en dan voorlezen wat erop staat. Welke kant moeten we de komende jaren op met het toerisme? Nou, dat is een stelling die op het lijf geschreven is. Ja. Ik heb een beetje geluk om deze te selecteren. Ik denk dat we met het toerisme moeten een stuk diversificatie gaan doen. In die zin dat we heel veel kansen hebben met ecotourisme. Ecotourisme is relatief laag ontwikkeld nog op Curaçao. Dus er is heel veel ruimte voor ecotourisme. Karmabi gaat nu ook heel wat gebieden ter hand nemen om dat te onderhouden en te ontwikkelen. Wat goed is voor ecotourisme. Maar wat verstaat u onder ecotourisme? Eco-resort of meer van mensen die hier naartoe komen en dan lekker in de natuur zitten? Ja, eco-resorts, want de mensen moeten ergens verblijven. Maar als ze er zijn, moeten ze ook gebruik kunnen maken van de mooie plekken van het eiland. Ja. Waar men tot rust kan komen en dus kan genieten van onze natuur. Onze flora en onze fauna. Ja. Maar ook bijvoorbeeld duiktoerisme, dat is er al. Maar ook zeg maar onder water moeten we dus de nodige onderhoud doen voor onze riffen. Een andere diversificatie van onze... Wacht even, sorry dat ik onderbreek. Over ecotourisme, hoe staat het tegenover het project van Janssen de Jong, die een groot resort willen bouwen bij de zoutpannen van Jan Kok? Als volgt, Janssen de Jong, het is een eigendomsterrein en het EOP heeft dat gebied benoemd tot stedelijk ontwikkelingsgebied. Dus rechtmatig is er niks om dat tegen te houden. Oké, okay, maar dus nu niet wat er in de wet staat, maar wat u vindt. Nee. Dus waar het nu om gaat is dat Janssen de Jong moet komen met een ontwikkeling die past in de omgeving. En ik, persoonlijk, staan we daar positief tegenover. We staan positief tegenover een ontwikkeling die rekening houdt met milieu en de natuur. Sterker nog, wat ik heb begrepen is dat zij iets van 1200, 1400 kamers kunnen bouwen. En daarvan hebben gekozen om slechts 300 te bouwen. Dus als jij naar hun plannen kijkt, dan houden zij rekening met de natuur, houden zij rekening met het gebied, houden zij rekening met rust en willen het op een eco-verantwoordelijke manier doen. Natuurlijk moet daar nu een proces doorlopen worden waarbij iedereen die er niet mee eens is ook zijn zegje kan doen en bezwaar kan aantekenen en laat het proces dan doorlopen worden en dan zien we wel wat eruit komt. Maar ik denk dat het een positieve ontwikkeling is voor die omgeving, als ook de manier waarop de ontwikkelaar wil gaan ontwikkelen. U bent voorstander van het plan wat er ligt? Zoals het er nu uit ligt, ja. Goed, verder... toerisme, daar ging het over, ja. Eventtoerisme, ja. Dus het North Sea Jazz Festival is een typisch voorbeeld van eventtoerisme en zo vind ik dat wij nog wat meer zouden kunnen organiseren. Maar ook toerisme rondom congressen die georganiseerd worden. Verder denken wij dat er hele goede ontwikkelingen op stapel zijn. Als we kijken naar sandals, dat wordt een nieuw product voor deze markt. Mm-hmm. En ook de ideeën van sandals om na 4-5 jaar met beaches te komen. Dus dat is een ander merk. Dat is dan een resort voor families. Dus dat zijn allemaal heel positieve ontwikkelingen. Verder moeten we verder gaan met het verder uitbouwen van ons product. Daar zijn we al mee gestart. Zoals je weet, CTB is nu verantwoordelijk voor een stuk schoonhouden en onderhoud van stranden, maar ook andere toeristische gebieden. En voor welke markten moeten we dat product verder uitbouwen? Voor Nederland met name, de rest van Europa, Amerika, Zuid-Amerika? Waar ligt de focus? Want je kan niet alles bedienen natuurlijk. Nee, de focus is tweeledig. Behouden wat je nu hebt en focussen, dat zegt het toerismeplan, focussen op de Amerikaanse toerist. Dus behouden van de Europese Nederlandse toerist, dat zijn onze grootste markt waar toeristen van komen. Aan de andere kant moeten we verder bouwen aan onze Amerikaanse toeristen. De Noord-Amerikaanse toeristen. Noord-Amerikaanse toerisme. Dus dat is VS en Canada?
VS en Canada, maar het is drielei, hè? Want, net was tweelei. Nee, behoud van één en ontwikkelen van nieuwe markten, dat is een stuk Amerika, Canada. Maar Colombia en Brazilië zijn ook geselecteerd als hele prominente markten. Right. Spannend, dan gaan we dat in de gaten blijven houden. Dan rest ons nog één ding. En dat is het volgende. De kettingvraag. Ja, elke lijsttrekker of kandidaat die te gast is bij ons, laten we een vraag inspreken voor degene die na hem of haar komt. Gistermiddag hadden wij te gast in de studio mevrouw Susie Cornelia Reumer van Partido PIN. Zij heeft de volgende vraag voor u ingesproken. Hoe staat uw partij tegenover de ethische vraagstukken? Dat zijn dus de homohuwelijk, abortus en euthanasie. Graag een duidelijk en helder antwoord. Dank u wel. Nou. Eerste was abortus. Uh-huh. Abortus, daar staan wij. Dit zijn allemaal dit zijn maatschappelijke vraagstukken die wij de dialoog in moeten om uiteindelijk tot een besluitvorming te komen. Dus over abortus, uiteindelijk moeten wij abortus onder bepaalde omstandigheden toelaten. De volgende vraag was euthanasie. Euthanasie. Hetzelfde geldt voor euthanasie. Euthanasie, onder bepaalde voorwaarden moet euthanasie mogelijk zijn. Het zijn maatschappelijke vraagstukken die we durven aan moeten gaan. En de derde was? Het homohuwelijk. Het homohuwelijk, hetzelfde. De man staat op dit moment voor geregistreerd partnerschap. Maar we zien dit als proces. We geloven dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. En zo ook het homohuwelijk. Aan de andere kant zeggen wij, dit is een proces waar je een dialoog moet opstarten en uiteindelijk tot iets moet komen. Dus Partido Man is pro alle drie eigenlijk, alleen om dit in de samenleving geaccepteerd te maken, moeten we het proces doorlopen. Ja, precies. En daarvoor moet je, de samenleving de kans, rust en tijd vergunnen. Oké. Okay. Vanmiddag is hier de gast Giselle Rosalia van Causa Promé. Ja. Aan u de vraag of u een vraag voor haar wil achterlaten. Mijn vraag aan haar is, wat wij hebben begrepen is dat zij tegen het landenpakket en de COGO zijn. Hoe willen zij dan, zeg maar, het financieringsvraagstuk verhelpen waar het land mee wordt geconfronteerd? We gaan dat voorleggen, Steve Martina van der Man. Ik dank u voor uw komst en veel succes. Dank u wel. Uit volle borst met het geluid van Curaçao.